Tal Madeira, maar het is een samenvoeging van Talmaborg, denk ik, en Madeira. Het zegt iets over vakantiegevoel. Wat was de bedoeling? Want jullie zijn bijna 2 weken aan de gang nu. Ja, nou, de bedoeling is om de mensen die dan niet meer zelf op vakantie kunnen, het gevoel te geven van, hé, ik kan toch nog een beetje op vakantie. Dat hoeft niet helemaal fysiek ergens naar een ander land toe, maar gewoon in de binnentuin. Hij was bedoeld voor de bewoners, de aanloopwoningen denk ik en de buurt. Hoe is de belangstelling? Nou, eigenlijk gigantisch. Ja, het is overweldigend. Soms schiet ik ook een beetje vol. Dan denk je, jeetje, waar komen we allemaal weer vandaan? Maar zoals gisteravond aan een barbecue, er zit bijna 80 man. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk, ja. En bij elk ding wat we doen, denk ik, nou, mensen zijn lekker buiten. We zijn met z'n allen bezig. Je ontmoet allemaal mensen. Dat is gewoon, denk ik, de charme van zo'n camping. Ik kan me voorstellen dat je een dag wat doet. En ik kan me zelfs voorstellen dat je een weekend wat doet. Maar wie heeft ooit bedacht om het 2 weken te doen? Ja, Martine en ik, ja. En Anita natuurlijk ook, ja, ja, ja. Dus we hadden zoiets van, weet je, we kunnen het even opzetten. En een camping opzetten is best wel veel werk. We hebben caravannetjes te leen. We hebben van Decathlon grote tenten te leen. Nou ja, dat zet je niet even neer voor een dag. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dus we hebben het grootste aangepakt. En vorig jaar met corona was het eigenlijk drama. Hè? Hadden we echt slecht weer en een paar tentjes maar. Dus we dachten, nou gaan we het groot doen. Ja, groots uitpakken. Dus vandaar dat we ook 2 weken hebben gezegd. We gaan het gewoon 2 weken doen. Ja. Aan jouw gezicht zien we volgend jaar weer. Ja, misschien nog wel langer. Ja.